Wasteland Viper. Vandaag presteren jullie jullie EP. Yo. Het programma van Distillator. Ja. Helemaal geweldig. Maar stel jullie jezelf eens even voor. Wie zijn jullie? Nou, wij zijn zoals genoemd Wasteland Viper. We zijn een relatief jonge formatie. We zijn druk aan de weg aan timmen. Inderdaad, vanavond is onze EP-release. We zijn met z'n vieren, zoals je ziet. We hebben heel veel lol aan. We doen het heel veel plezier, maken graag muziek. Wie wij zijn, ja. Weet je. We maken er een feestje van en wat we heel tof vonden, of vinden, is dat we de speedrock rock'n'roll kant in zijn gegaan. We merken dat hier heel veel metal is en trash, maar deze kant is er nog is niet zo vertegenwoordigd. En dat is een leuk uitgangspunt om in te stappen. Nee, want ik had al begrepen, jullie komen voort uit Hickory en uit Revolver. Daar ben jij volgens mij de drummer van geweest. Ja. En dat was meer inderdaad rock'n'roll. Ja, dat was echt speedrock, was iets meer metal dan wat we nu doen. Maar wel diezelfde motorheadstamp zit daar wel in. Ja. En qua muziek, wat zijn jullie voorbeelden? Wat zijn jullie favoriete artiesten? Ja, is best wel divers. Iedereen heeft zijn eigen invloeden. Tom, wat zijn jullie? Ja, ik kom meer uit de punkrockhoek. Pennywise, H2O, alles van skate tot echt oldschool punk, Misfits en shit. Tot de poppunk en mijn basspel is voornamelijk daarop gebaseerd. Dus echt snelle riffjes. Lekker rechtaan, lekker hard en puntige bassound. Ja. Mm-hmm. En dat hebben we eigenlijk samen met de anderen invloed van voor elkaar. En andere stijlen hebben we er een eigen sound van gemaakt. Ja. Dus ook echt wel samengesmeden, zeg maar, onze muziek. Hij komt inderdaad allemaal van andere hoeken. Ja, klopt, ja. Daan inderdaad meer van de blues. Blues tot hard rock, samenvattend Guns N' Roses. Ja. Geweldig, gaaf. Dat ben ik benieuwd. En ja, jullie EP wordt gepresenteerd. Waar is die opgenomen? Die is opgenomen bij Tom Meijer in zijn studio. Die hebben we mede mogelijk door Attack hebben wij die mogen opnemen. Die hebben ons daar heel hard in geholpen. Stellen we ook heel erg prijs. Ja, Attack bedankt. Ja, ik heb echt een heleboel aan te danken tot nu toe, dus dat is echt credits voor het dag. Ja, inderdaad, en Tom Meijer heeft ons daarmee geholpen in zijn studio. En het resultaat mag te zijn. Ja, wat een super goede samenwerking was. En waar we in de toekomst zeker een grote kans dat we samen dingen gaan doen met Tom Meijer. Maar we zijn de eerste helft van de EP wel in Attack zelf opgenomen. En het tweede deel hebben we dan verder bij Tom Meijer gedaan. Dat was allemaal wel met Tom Meijer, maar de eerste helft in Attack zelf. Ja. En Frank heeft jullie foto's gemaakt van Distillator. Die heeft de hele layout gedaan van het album. Ja. Ja, die heeft hij geweldig gedaan. Mm. En, het logo en het hoesontwerp, dat heeft hij niet gedaan. Nee, klopt. Het logo is gemaakt door mijn vriendin, Demi Koen. Die heeft het heel mooi gedaan. Die heeft het met de hand getekend. En dat is cool. Goed. Ja, en het bandlogo zelf, echt Wasteland Viper. De letters waar we dan de shirts van hebben, wat op de doeken staat, dat heeft de oude zanger bassist van Revolver gemaakt. Oké. Ja, die kwam ook goed. Die heeft ook destijds onze, dus met Revolver, de hoezen en dergelijke mee ontworpen stukken. Dus vandaag, mooi geworden. Ja, de connecties in kracht. Ja. Overal hebben we wel mensen die ons heel graag willen helpen en dat we inderdaad heel wat prijs aan kunnen. Ja. En wat verwachten jullie van vanavond? Dikke show. Ja. Vol gas gaan. Ja. Tap open en gaan. We zijn heel trots dat we mogen presenteren. Zeker zo het voorprogramma van Distillator in Metropool, samen met Kaffersreen, gewoon één groot feest van maken. En voor ons is het de start, de basis van iets nieuws. We hebben nu net de videoclip uit. We hebben net deze EP die gaat vanavond uit. En voor ons is dit de start, zodat we mooie shows kunnen gaan doen. En vanuit daar willen we graag verder schrijven naar een eerste CD. En die videoclip die is best wel leuk. Ja, want dankjewel. jullie spelen dan niet eens in. Een deel. Ja, jij kon al helemaal niks van, je was alleen maar aan het drinken. Zoals een mooi droog dat is. Ja, dat is rock'n'roll, 100%. En dat is dus rock'n'roll.
Jullie zijn nog maar heel kort bezig. Maar jullie hebben voor die tijd ook in allerlei verschillende bands gezeten. En ik durf te wedden dat jullie wel hele leuke anekdotes hebben qua optredens met andere bands. Ja. Nou ja, we hebben... waar de meeste gekke verhalen natuurlijk vandaan komen is, zijn de miscommunicaties. Hoe vervelend soms ook soms zijn, ja, er gebeuren soms wel rare dingen door. Bijvoorbeeld een tijdje geleden hebben we in Gronau binnen een kroegje gestaan. Daar is de miscommunicatie geweest over de backline, voornamelijk over een hele drumkit. Ja. En die was niet aanwezig. En was een hele hoop gestresst en vliegwerk. Omdat toch, het is allemaal goed gekomen. Maar we hadden contact gehad, maar dat ging dus in het Duits en Engels. En op zich niks mis mee, maar daar zat even de miscommunicatie van dat wij op een gegeven moment aangaven, nou ja, kunnen jullie dan, wij konden maar één versterker meenemen. Toen was het op een gegeven moment van, oh ja, dan jullie het drumstel. Dat had ik, dat was mijn ding. Over het hoofd gezien, ze kwamen heel trots aan, met alleen een backtasje. Ik zei, nou oké, waar is de rest? Aan Enschede. Maar ja, we hadden nog tijd, dus heel snel, het was get your shit en toen terug. Get your shit en ik moet dan. Ja, precies. Allemaal gelukt. Ja, wat is jullie ambitie met de band? Zoveel mogelijk shows draaien en ervan genieten. Kijk, we hebben geen einde, we zien wel waar het schip strandt. En voor nu is het schrijven, lol hebben en zoveel mogelijk leuke optredens gaan doen. En dit is kerst op de taart. Ik hoop dat er meer van komen. Ja, en wat betreft kerst op de taart en wat betreft leuke optredens, wat zijn dan echt gewoon festivaletjes die jullie graag zouden willen doen? Of bands waar jullie graag mee op willen treden? Echt zo'n wishlist. zelf had ik er altijd eentje, dat was Peter Pan. Daar hebben we met Revolver ook mee gespeeld, dat vond ik echt helemaal fantastisch. Maar ja, daar zijn we dus net al laatst voor begonnen geweest aan het werken. Dead Alley is een hele toffe band die nu die we een paar keer gezien. Super tof. We weten ook dat ze hier in oktober op Beerleb komen, dus we hopen dat we hier mogen spelen. Dat zou heel mooi zijn. Of in ieder geval een keer op Beerleb. Dat is mooi. Dat zou heel mooi zijn. Ja, Motorhead zat er ook in, maar ja, nu niet meer, hè? Nee, dat is ook wel lastig. Soundgarden niet meer. Nee, ook niet meer. Nee. Helaas. Ja, er moet gewoon plek worden gevuld nou. En dat hopen wij te kunnen overnemen. Weet je wel, stapjes over daar. Ja, dat zou heel tof zijn. Ja. En dan zijn we nu alweer aanbeland aan de famous last words. Get your fix. Get your fix. De nieuwe single EP is uit en we gaan een feestje maken. Ja, zeker. Het feest wordt losgelaten. Uitgaan. Precies, op naar de volgende. Uitgaan. Kom. Heel erg bedankt. Ja, bedankt. See what I'm doing, yeah. My lips are pinched, I'm watching more.